Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef vooral een duimpje omhoog. En veel plezier met kijken. Het is al wel onwijs donker, wat zegt u? We gaan buiten de trailer opzadelen. Het maakt mij niet uit waar jij blij van wordt. Paard, waar word je blij van? Met je glimoogjes. Het is vandaag zaterdag en Kim heeft besloten dat ze met Verona... Ik ga een BB springen ergens anders. Op de Oranjehoeven. Ja. Dus dat is wel een dingetje. Verona, heb je het overleefd? Ze ziet er wat chill uit, dus het komt vast goed. Zo. Verona die heeft zo met de staart staan wapperen. Nu hangt hij er overheen. Oh. Dus mooi Verona. Maar ik hang hem wel weer terug, goed? Zo. Alsjeblieft, heb jij je staart weer terug. Ja? Lekker hè? Goed zo, wijfie. Het is nu laat. Het sneeuwt. Oh, en dan moet ik mee rennen. Want we moeten de trainer nog schoonmaken. Kijk, met de kruiwagen. Rennen ook, hè. En ik hou het niet eens bij. Daar gaat ze. Hallo. Kijk, ons leven. Als je op wedstrijd gaat. En dan s'avonds om 7 uur, half 8 nog de boel op moet ruimen. Het hagelt, het sneeuwt, het is koud en het is nat. En ik ben te klein. En ze is te klein. Desalniettemin hebben wij het nog prima aan ons in. En het rijdt, dus het is waar. Ja, bij ons sneeuwt het ook. En Tess trekt dan haar winteroutfit aan. En gaat sneeuwballen poppen maken. Ik ben bezig met de sneeuwballen en die komt daar te staan. Dat is hele mooie witte vlak. En... de bosjes die zijn ook al heel mooi. En daar de planten ook. En wat ga je met Alice doen? Ik ga haar uitlaten met papa. Dan gaan we een hele grote sneeuwpop daar maken. Oeh. Nou, succes. Nou, kijk, nee. We hebben een sneeuwhond. Ah. Die zit lekker, Alice. Ik kom op mijn nek in. Vandaag is het maandag. En Tessa die heeft... vrij van school. Studiedag. Ja. Wat ben je aan het maken? Ik ben een stal en eigenlijk een uitloopstal aan het maken voor mijn snijgpaardjes. Dan heb ik hier al de stal, de uitloopstal. Dan heb ik hier een afdak, maar die moet nog echt een afdak maken. En dan wordt dit dan het grasveld waar ze kunnen eten. Hij heeft de andere stoel wel een doek voor overheen. Jouw stoel niet. Jawel. Doe maar voorzichtig. Ja. En ja, het sneeuwt heel hard. Ik heb het idee dat ze denkt, ik ga gewoon rollen. Mijn telefoon gaat dit niet heel lang volhouden. Dus als je gaat rollen, doe het dan nu. Het sneeuwt echt hard, jongens. Kijk dat dan, gekke pony. Oké. Misschien toch maar niet. Nee hè, het is ook gewoon echt rot weer. Hier hebben we Belletje de sneeuwpony. Wat ben je allemaal besneeuwd? Ja, ik moet een beetje onder het afdakje blijven staan. Mijn telefoon vindt dat niet zo leuk. Het blijft maar sneeuwen, zien jullie dat? Bel vindt het in ieder geval niet meer eng. Eerst vond ze het wel eng. Maar nu wil ze een pintje. Ja, ik ga hem pakken hoor, schat. En ook Veroontje is een sneeuwpaardje. Lekker hè, meis? Of niet? Het is wel spannend sneeuw. Maar ja, Verona heeft er eigenlijk niks van. Nee, jij niet hè? Oké, zo ziet de Zuidbuurt er nu uit. Het is sneeuwig. Het is net alsof we in Oostenrijk zijn. Of in Zwitserland. Of misschien wel ergens anders waar heel veel sneeuw valt. Qua gladheid is het behoorlijk glad. Dus het is best wel een dingetje. Maar goed, ik heb een zware auto met winterbanden. En op de heenweg was het nog goed te doen. Dus, maar goed, we hebben het overleefd en we zijn bijna weer van de Zuidbuurt af. De telefoon zit in de houder hoor, ik hou hem niet vast. Alice is de allerzieligste hond van het hele Kabouterdorp. Want het is sneeuw buiten. En sneeuw is fijn. En nou mag ze niet mee. En waar kijkt ze naar? Daar in de verte. Over het spoor is Tessa met haar vriendinnetje aan het spelen. Op de berg zijn nu toevallig net beneden. Maar ja, Alice wil wel meedoen. En dat mag niet. Dat vindt ze niet leuk. En dan kan de vrouw wel aan het werken zijn. Maar Alice is het er duidelijk niet mee eens. Ze wil me toch duidelijk uitleggen dat we iets heel anders moeten doen. We moeten namelijk de sneeuw in vandaar. Hé, Aliceje. Ja, ik begrijp het. Oh, je gaat me helpen. Retrieve. Ja, heel goed van jou. Brave hond. Ja. We gaan nog steeds de sneeuw niet in, want ik moet toch gewoon pakketjes inpakken. Ja, sorry. Zo gaat dat. Je kan wel goed uitleggen. Ja, ik deed het, schat. Dank je. Wat doet ze nou? Hé? Wat is je aan het doen? Nee, met die deken om kan je niet lopen, hè? Nee. Die is voor de kou. Die is voor de kou. Ja, die is voor de kou. Ja, dat is je deken. Het zit net lekker warm hier. Moet ze helaas af. Voor even afscheid nemen voor haar deken. We doen hem vannacht wel weer om, hoor. Ja. Je moet eigenlijk een andere deken hebben, bellekind. Dan ben je toch braaf als Tess het doet, hè? Als ik het doe, is het altijd drama. Maar bij Tessie, dan doet ze het gewoon braaf. Oh, en ik schrik me. Ja, misschien kan je hem even weer afpakken voordat ze schrikt of zo. Ja. Vandaag staken de scholen. Dat vinden de kindertjes echt vreselijk dat de school staakt. Kijk maar hoe erg ze het allemaal vinden. Maar ze gaan nu eerst even de ponnetjes losgooien. Kijk eens even. Oh, lekker. Dat zien we heel weinig dit. Helemaal leuk. Kijk ze gaan. Oh, lekker rollen. Ja, zo. Helemaal leuk. Nou Tess, veel plezier. Doei. Door het slechte weer heeft wel 2 dagen stilgestaan. Nou ja, ze is wel een stapmolen geweest. En ze is er wel uit geweest, maar niet gereden. Het is moeilijk om hier te komen met slechte weercondities. Nou, niet speciaal hier, maar overal eigenlijk. Maar dat hebben jullie vast zelf ook gemerkt. Dus vandaag is het dinsdag en ze heeft dus zondag en maandag niet gereden. En ja, nou is het toch een beetje spannend. Dus we hebben eerst even gelongeerd in de andere bak. Even zonder test erop om te kijken hoe het ging. Maar dat ging heel prima. En nu nog even aan het lijntje. Gewoon ook hier nog even. Het onweert inmiddels en het regent. En dat is voor Tess dan toch net even wat prettiger. Veiligheid voor alles. Oh, een weer, jongens. En zo ga je lekker in de les, hè? Ja. Bij Ilse. Ik ben net al een beetje gereden. Oh ja! Vertel. Moet je wel hard praten, anders horen ze je niet. Ik ben via de plek eraf gegleden. En ik ben zo afgestapt. Ik heb een daamzit gestapt. Zonder beugels gedraafd. En ik geloof alsof die de hele tijd aan het bokken was. Dat is een gevoel. Je mag wel iets doordraven, Tess. Ga eens wat sneller licht rijden. Sneller, sneller, sneller. Drrrrraf, kom maar. Braaf. Maar ze is eigenlijk heel braaf. Inmiddels weten van de fysiotherapeut dat ze waarschijnlijk zo met haar hoofd schudt om haar evenwicht te bewaren. Als straks de achterhand sterker is, dat dat probleem vanzelf opgelost raakt. Maar vandaag was het, zoals jullie hiervoor hebben kunnen zien... was Tess hier om 11 uur. Want de scholen waren aan het staken. En de manege die was zo... De manege die had het goede plan opgevat om de kindertjes dan hier te laten rijden. En patatjes te eten en zo. Dus daar worden wij ouders, die moeten werken, gewoon heel blij van. Dus toen mocht ze weer eens op Binkie rijden. Heerlijk. Dat is altijd het voordeel hier op onze manege. Dat je ook nog een losgooibak hebt. Waar ze gewoon binnen even paard kunnen zijn. Terwijl buiten giet. Dan zullen zij er niet zoveel last van hebben. Maar wij mensen vinden dat fijn voor de paardjes. Je lekker hè, pony. Ja. Nou, volgende. Echte YouTube pony. De telefoon is niet eng. Maar meetlint. Oh, die is zo eng. Nou, we moeten even voor een dekentje meten, meisje. Ja. Dus, nou, toch maar even een halfstortje om. Zo, Veroontje krijgt nieuwe schoentjes. En, omdat het een brave Tommy is. Lekker, hè? Ja? Nou, je bent? Ja. Ja, gelukkig. Vertel jij maar. Nou, we gaan naar... De Epplejeck is achter ons en we gaan de spullen ophalen voor de paarden. Ik denk dat ze zo helemaal geen idee hebben waar je het over hebt. Nou, natuurlijk voor onze actie voor het goede paardendoel gaan we spullen ophalen bij de Epplejeck. Ja, want Epplejeck die heeft een hele doos met spullen gedoneerd. Ja! Dus dat is super cool en dan mogen we ze in Rotterdam even ophalen. Ja. Eigenlijk zouden we dit weekend ze al naar een goed doel gaan brengen. Alleen, er zijn wat bedrijven die het lastig vonden om in een korte periode alle spullen bij ons te krijgen. Want sommige dingen moeten zelfs uit Ierland komen. Dus onwijs gaaf dat het allemaal, ja, echt super gaaf dat het allemaal opgestuurd wordt. Maar dat duurt gewoon iets langer. Dus nu hadden we bedacht dat jullie nog wat langer in kunnen sturen naar welk goede doel het moet. En dat we in de kerstvakantie dan de poll gaan houden. Van waar we het heen moeten brengen. En dat we in de kerstvakantie dan een afspraak gaan maken met dat goede doel. Als het in Nederland of België is. Want anders is het een beetje ver. Ja. Maar om de spullen bij het goede doel te gaan brengen. Zodat de bedrijven wat langer de tijd hebben om al hun super gave, nieuwe, mooie en ook gebruikte spullen of andere spullen op te sturen. En vergeet vooral niet mee te doen. Ik zal daar even linken. Daar. In dit i'tje, is het daar? Volgens mij is het daar. Nou ja, een van die twee kanten. Zal ik een i'tje maken met onze vlogmas video. En daarin kun je dan zien welke bedrijven allemaal meedoen. Er is er nog eentje bijgekomen. Hoor, so sweet. Oh, ja, super cool. Dus die gaan ook wat weggeven. Maar we zijn nu dus bij Epplejeck. En daar gaan we spullen halen. Ja. Dit is hier bij Epplejeck. Nou, ze is sowieso blij bij elke paardenwinkel. Dat betekent paardenspullen. En in welke vorm dan ook, paardenspullen zijn altijd fijn. Gisteren is aan het shoppen geweest. En nu krijgt de pony een kerstmuts op haar hoofd. Ah. Oh, godsie. Oh, Bel, je moet ook alles maar goed vinden. Ook, hè, arme pony. Oh, godsie. Oh. Nee, je moet dat ding naar achter doen. Beetje gek zo. Ben je mooi, Bel? Beetje gekke Belly, ja. Dat moet je ook met zo'n pennybaasje. Ah. Maar die is eigenlijk voor over je cap. Ja, eigenlijk wel. Halverwege is ze afgeleid. We hebben dus nu 1/4 kersthoefjes. En toen opeens had ze wat anders te doen. Zoals jullie in de video hebben kunnen zien van Finecto heeft Verona nogal last van mok. En oh wonder, het is bijna weg. We zijn nu 2 weken verder, nou nog niet eens. En de benen zijn weer dun, de wondjes zijn praktisch weg. Dus ik blijf nog even spuiten. Kijk, dit is die Finecto omgevingsspray. Maar die kan je dus gewoon op paardenbeen spuiten. Zo. Dus dat gaat hartstikke makkelijk. Mag ik niet starten. En dit is de andere been. Die heeft vooral last van de binnenkant. Maar als ik dat er gewoon zo lekker op spuit. En ik geef natuurlijk dat supplement. Dan gaat het. Dan gaat het eigenlijk heel goed. Zo, de kookroll neem ik ook altijd mee, want kijk. Niks meer voelen. Ja, hier nog iets. Dus dat het blijft een beetje gaan staan, die voeten. Ja. Kijk, hier zit nog iets. Ik spuit nou de spul er gewoon op. Zo, de andere kant ook. En ja, het is praktisch weg. Hier zit, kijk, hier zit ook zo. Dit was ook allemaal echt veel erger. Nu is het zo goed als over. De spullen liggen daar. Dus ik denk dat ze er wild van werd of zo. Het staat wel heel schattig. Die beentjes. Zeg maar. Er komen allemaal kerstbeentjes aan. Nou, ook gelijk toen we naar de Epplejeck zijn gegaan hebben we deze leuke dingen gekocht. Mijn moeder zegt de hele tijd, oh wat schattig! Oh wat schattig! Kijk dan! Het is een kerstpony! Ja, Oh, dit is toch te lief. We moeten alleen nog een dekje hebben met witte bondrand. En we moeten even die dingen aan Christine geven, dat ze even een extra klittenbandje erop kan zetten. Kijk, nou heb ik gereden. Dan maak ik die dingen eerst even schoon. Nou, dat ga ik zelf even doen. Maar daarna, want ik kan ze natuurlijk ook niet elke dag wassen. Maar, als ik ze dan schoongemaakt heb, wat ik zo even ga doen, maar even voor het idee. Had ik bedacht, wacht, het is lastig om te filmen. Zo, had ik bedacht. Neem je gewoon die Finecto spray. Nou, nou heb ik hem open. Dan lek ik. Dat is niet te doen. Nou, neem je gewoon die Finecto spray en dan spray je gewoon aan de binnenkant. Dat scheelt, want je kan die dingen natuurlijk niet elke dag in de wasmachine gooien. Handig. Het is vrijdag en vandaag heeft Tess les van Ferens. Ze is nu even aan het losrijden. Heeft het oortje al in. Dus zometeen komt de instructeur. En dan kunnen ze aan de slag. Zin in, Tess? Ja. Wat zo. Als u iets geeft, brengt die hals voor je uit. En die ringvinger zo, denk maar in je hand. Een zacht vuistje, maar zacht hè, want normaal is een vuist hard en sterk. En jij denkt zacht handvuistje, omdat je dan die vingers aan die teugel houdt. Soepel in je pols en een dragende onderarm. Je elleboog geeft jou wat support, maar die elleboog die neemt iets om te vragen en die geeft daarna weer mee richting die mond. Zo, blijf maar kneden. Kan je een beetje met stem oplossen als ze dan die andere ponnetjes binnen ziet komen. Ja, dat doe je gewoon braaf wel. Goed zo. Leuk dat je hebt gekeken naar deze week vlog. Ik zie jullie morgen weer en ook morgen en daarna ook weer. Jullie moeten niet vergeten om mee te doen aan vlogmasacties. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Tot de volgende keer. Doeg!